Vlaanderen, hello everybody en hartelijk welkom bij De Rozenloper, het mediaprogramma voor de moderne man. Mijn programma is vandaag weer heel goed gevuld en dat is meer dan dat je kunt zeggen van de broek van Koen Krukke tegenwoordig. Ze biedt krijgt een exclusieve avant-première van de nieuwste musical van K3, De Zeven Geitjes. Enfin, ze zijn maar met drie, maar ze kunnen zagen. Het is gelijk dat ze met zeven zijn. En de slechterik, de grote boze geldwolf, wordt gespeeld door Gert Verhulst. Maar eerst neem ik u mee naar Antwerpen, waar de grote Sean Connery van de Vlaamse showbiz, Herbert Vlak, een hele goede kameraad van mij, zijn nieuwste solo aan de pers heeft voorgesteld. Er is ochtend. En toch, daar staat hij. De paal. Het aanbeeld. De aanbedene. De reacties op mijn penismonologen zijn laaiend enthousiast. Vooral bij vrouwen. Vooral bij vrouwen. Ook bij veel mannen, al denk ik dat het stuk bij sommige mensen toch wel moet chockeren, denk ik. Schaamteloos komt hij klaar. Maakt nog even misbaar. Trekt zich terug in schaamhaar. Waarom ik het stuk De penismonoloog heb genoemd, omdat het als het ware het mannelijke geslacht is dat zich opricht in het theater en zijn verhaal brengt. Als de vrouwen de vaginamonoloog mogen hebben, waarom mogen de mannen dan niet de penismonoloog hebben? Het stuk is vrij lang, omdat ik in deze denk dat de lengte er wel degelijk toe doet. Jan de Kleer. Herbert, jongen, je moest eens weten hoe content dat we zijn omdat jij ons hebt binnengelaten zo vlak voordat je een groot stuk moet beginnen afspelen. Ik hoop dat we u niet al te veel uit uw concentratie brengen. Nee, geen probleem, Jimmy. Voor een man met mijn ervaring mag dat geen probleem zijn. Ik ben nog nooit één lijn tekst vergeten. Ik hoor het u graag zeggen, Herbert. Ja, want, ik weet zo niet op uw leeftijd, zo al die verschillende rollen door elkaar. Ik zou zo een keer een blackout kunnen krijgen. Het is zo nooit schrik dat je op het podium ineens Jean-Pierre uit Thuis begint te spelen. Uitgesloten. Dat is van een totaal andere orde. Dat is televisie. Vandaag maak ik theater. Ik heb me nu laten vertellen dat je binnenkort gaat meespelen in de verfilming van een misdaadromans van Pieter Aspen of zo. Wat gaat er daarin spelen? Zo de butler die alles gedaan heeft? Nee, er speelt geen butler in mee. Ik ben Pieter van In, hoofdcommissaris van de opsporingsbrigade in Brugge. Ja, dat is een rol waar ik toch wel heel lang heb moeten op voorbereiden. Dat kan ik me voorstellen, hoofdinspecteur. Kan ik me zo voorstellen dat je eigen hoofd ook al een keer hebt moeten laten inspecteren, hè? Pas maar op dat ze biedt en het publiek niet begint te zoeken naar criminelen tussen het volk. Ja, maar ik zeg toch net, een professioneel acteur houdt zijn rollen uit elkaar. En als er al iets fout gaat, dan kan ik nog altijd terugvallen op mijn techniek, Billy. Jimmy, hè? Dat is Jimmy. Jimmy B. van de Rozenloper. Ja, sorry, Jimmy, natuurlijk. Ja, ik heb de laatste tijd ook zoveel aan mijn hoofd. En ik moet over een paar ogenblikken op de planken. Misschien dat we na de voorstelling nog wat kunnen napraten of... Vlak gaat hier zometeen op het podium stappen voor zijn grote dingen, zijn monoloog af te steken. Het is naar het schijnt, het is ongeloof, het is subliem, niet te doen. Maar dus, ik ga nu zwijgen, want hij gaat zometeen komen. En hij gaat op zijn concentratie zijn verstaan het mee. Ik ben nerveus in zijn plaats.
Marianne, gaat je niet even mee naar Tersmissen? Ik heb met drie. Of... Oh nee, dat is het thuis. Oké, okay, vraag of dat die man een alibi heeft. En ga na... Maar dat is van Pieter Aspen. Wat... Wanneer je op zoek bent naar een stukje paradijs op aarde, Bounty... Die... Nee, dat is een reclamespot. Sorry mensen, maar ik ben even mijn geheugen kwijt. Ik heb nooit...